en loopt wel wat leuks tussen hem. Ja, je zou denken dat deze rij voor een dikke uitverkoop is, maar niets is minder waar. Valentijn vieren in de IKEA. En benieuwd. Ja, we hebben iets fantastisch georganiseerd voor de single die graag met andere mensen een lekker diner wil doen. Wat ik weet, ongeveer 175 dames en heren hebben zich ingeschreven bij ons. Ik hoop met jou te flirten. Met mij te flirten? Nee, ze kunnen gebruik maken van ons buffet, zoals iedere klant. Het enige verschil is dat wij deze keer gratis aanbieden voor deze mensen. Ben je nog actief op zoek naar een partner of is het gewoon gezellig gratis eten? Moet ik daar antwoord op geven? Ik ben wel op zoek om iemand tegen te komen. Van alle romantische plekken hier in Groningen, waarom kies je voor de IKEA? Ja, als je alleen bent, dan moet je toch ergens heen. Dus dan hier maar heen. Ja, dat denk dat ik zo wel even ga praten, ja. Succes! Ja, dankjewel. Waar komen jullie vandaan? Uit Rotterdam. Zijn jullie hier helemaal speciaal voor naartoe gekomen? Ja. Waarom? Gratis eten? Studentenleven? Ja. Nee, ik kom hier nooit, dus ja, vanuit Rotterdam is best wel ver. Maar voor deze ene keer was het zo, en waarom ook niet. En wat is uw droomvrouw, als u mag beschrijven? Nou, ze heeft bruin haar, blauwe ogen. Ze heeft een grote rust met veel verhalen erin. Ja. En ze kan goed vragen stellen. Goed vragen stellen. Ja. Nou, dat is heel leuk om te horen. Nou, wie weet komt u haar vanavond tegen, toevallig. Ja, ik zag haar opeens op internet staan. Ik denk, nou, het lijkt ons wel eens een keer lekker. Dus ja, waarom niet, hè? Ja, en jullie zijn een koppel? Nou, nee, dat niet. Broer en zus. Broer en zus. En hebben jullie de ware al gevonden? Nee, helaas. Nog niet. Nog niet. Maar wie weet, hier loopt genoeg rond, hè? Op de deur stap ik wel even rond af, denk ik. Misschien. Vind je het spannend? Een beetje wel, ja. Zeker. Waarom? Goeie vraag. Niet geschoten, altijd mis, toch? Dat is ook zo, ja. Maar ik dacht, misschien zit hier wel alcohol in. Misschien krijg ik daar een beetje moed uit. Maar het is volgens mij alcoholvrij, dus dat helpt ook niet. Dat is dan weer een beetje jammer. Ja. Nou, haal lekker zweet uit je nek en dan komt het helemaal goed, ja? Ja, komt goed. Dankjewel. Hij is leuk!